He's rich. He's small. He's ugly. Je kan veel van mij zeggen, maar dat ik bescheiden ben, dat is een gruwelijk misverstand. Ik heb namelijk een ontzettende grote bek en dat wil ik heel graag zo houden. We hebben het al vaker in BNN gehoord van psychologen en andere raketgeleerden. Het is niet goed om je woede, je frustraties op te kroppen. Dat is ontzettend slecht voor je gezondheid. Nou, en daar heb ik al zo weinig van. Dus ik was niet van plan mijn tong af te bijten als mij iets dwars zit. Als mij iets dwars zit, dan zeg ik het gewoon. Maakt niet uit of ik nou in de auto zit, op de vee, in het buitenland, op de straat. Als ik iets kut vind, dan vind ik het ook kut. Gutjes. Maar daar moeten we enorm mee gaan oppassen. Want dinsdag las ik in zeker niet mijn favoriete krant deze drie berichtjes. Fietser steekt man dood bij verkeersruzie. Veendammer schiet buurman dood na ruzie. En man zonder reden doodgestoken in stadsbibliotheek. Nou, om maar bij het derde berichtje te beginnen. Ja, je zou met goed fatsoen kunnen zeggen, wat doet zo'n man in een bibliotheek? Dan vraag je er als het ware om. Maar het eerste en het tweede berichtje, dat baart mij echt reden tot ongerustheid. Want we fietsen allemaal wel eens. En iedereen heeft wel een buurvrouw. Of erger, een buurman. Het slachtoffer van de gewelddadige wielrijder was een Amsterdamse automobilist die even wat zei tegen de fietser omdat hij een smal straatje blokkeerde. In de plaats van dat er een lekkere schelpartij ontstond van jij klootzak, sodemiet erop met die fiets, want anders stap ik uit en ram ik je hele gezicht in elkaar. Wat doet de fietser? Die trekt een 13 centimeter lang slagersmes en doorboort de borst van de automobilist. Nou, gezien het groot aantal asociale fietsers Amsterdam rijk is en de miljoenen overtredingen die zij dagelijks begaan tegenover die automobilisten, lijkt het me beter om vanaf vandaag Amsterdam volledig te mijden. Datzelfde geldt voor Veendam, waar een gezellige burenruzie, annex woordenwisseling, werd beslecht met een kogelregen uit een 44-pistool. Nou, dat maakt gaten. Daar kruip ik met gemak doorheen. En iedere dag lees ik in de krant dit soort berichten over zinloos geweld. Geweld is sowieso altijd zinloos. En dit soort berichtjes staan dus niet alleen maar in de Telegraaf. Het wordt dus hoog tijd om een eigen leven op het spel te zetten. Aan alle zinloos geweldplegers, messentrekkers, doodschoppers en andere laagvoorhoofdige levensvormen met een tolerantiegrens van nul. Wij met onze grote bekken zijn niet van plan te wijken voor jullie geweld. Is dat duidelijk? Want als we dit toestaan, zijn straks onze kinderen aan de beurt. En dat lijkt me niet de bedoeling. Dit was de voorzitter. Dit is de waarheid. Goedenavond. BNN.